Uh, in mijn optiek zijn ook nog steeds niet de harde keuzes gemaakt die nodig zijn om het klimaat te veranderen. Dus er is een hoop geld beschikbaar gesteld. Maar ja, daar horen ook keuzes bij. Wat doe je nog wel en wat doe je niet? Ja. En wat ons betreft, hè, wat ik net zei, schaf die korte afstandsvluchten af. Zorg dat daar een alternatief is voor de trein. Uh, ga keihard met een, besparings of een, een energiebesparingsoffensief. Zodat mensen ook niet meer in tochtige woningen zitten. Maar verplicht ook bedrijven om te zorgen dat ze veel sneller, verduurzamen en dus energie gaan besparen. Ja. Stop met de fossiele subsidies. Nou, dat zijn allemaal zaken. Daar is het kabinet nog veel te weinig. Welke mee fossiele subsidies bezig. bedoelt u? Nou, de subsidies die op dit moment gegeven worden aan grote bedrijven door middel van belastingkorting. Ja, precies. Dus de, en, ook de, de belastingkortingen en, die bedrijven als shell krijgen, precies. daar moeten vanaf zijn. Exact. Ja. Dus een beetje het extinction rebellion verhaal eigenlijk, waar zij voor oh, de, de snelweg de, gaan blokkeren binnenkort, de, toch? De, ja. De, ja. Nou goed, ik begrijp dat ze het doen, want het is natuurlijk van de zotte dat in een tijd dat het zo belangrijk is dat we het klimaat gaan aanpakken, dat ja. nog zoveel miljarden gaan naar bedrijven die dat één niet nodig hebben twee te langzaam aan het verduurzamen zijn en der, en ten derde we hebben de technologieën om die klimaatcrisis aan te pakken laten we dan daarin gaan investeren dan zorgen ja. we ook dat we onze economie voor de toekomst ja, tegenargument wat dan vaak gebruikt wordt is ja die bedrijven heb je ook nodig om die transitie in te gaan en als je die bedrijven die sub subsidies of belastingkortingen afpakt dan krijgen zij het zwaar en dan gaan zij ook niet investeren in groene alternatieven ja maar dat vind ik een flauwekul argument Inderdaad, we hebben die bedrijven nodig om die transitie te maken. Maar wat je dus nu juist ziet, is dat die bedrijven op dit moment wereldwijd juist extra aan het investeren zijn in fossiel. Ja. Omdat ze daar ontzettend veel geld mee kunnen verdienen. Ja, dat is iets waarvan ik zeg: dat moeten we niet meer met elkaar subsidiëren. Dan kun je beter zorgen dat je dat geld gaat inzetten voor waterstof, voor batterijen. Uh, en om te zorgen dat je energie kunt besparen. Door okay. bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Okay, dan dus, hebben mensen daar ook nog direct wat aan. Dus wat, wat ik hoor is, uw, uw klimaatplannen gaan veel verder dan wat het kabinet nu doet. Absoluut. Uh, er moet veel meer gebeuren en een klimaatnoodtoestand. Maakt dat en juridisch dan een verschil, een klimaatnoodtoestand? En vooral Europees dat aanpakken. Hè? Want okay. da, dat is voor ons echt heel erg belangrijk. Want je ziet dat verschillende landen hebben dat nu uitgeroepen op die klimaatnoodtoestand. Maar je moet als Europa, moet ja. je hier echt op een gegeven moment ook de investeringen durven doen... Um, want we hebben in Nederland, u noemde net de 28 miljard. Ja. Um, maar in Italië is dat geld niet zomaar beschikbaar. En je ziet nu met stijgende rentes. Dus we moeten ook zorgen dat we dit Europees met elkaar goed gaan organiseren. Wat Frans Timmermans gedaan heeft eigenlijk. Nou, kijk, wat Frans Timmermans gedaan heeft is een hele goede aanzet. Het is in mijn optiek te weinig. Um, ja. En uiteindelijk wordt het allemaal nationaal uitgevoerd. Dus uiteindelijk maak je Europese afspraken en wordt het nationaal uitgevoerd. En wij zeggen, er moet een Europese energieunie komen, zodat je juist ook Europese energienetten krijgt, zodat je ook daarin veel meer met elkaar kunt besparen. En dat wordt op dit moment ja. veel te weinig gedaan. Toch heel even terug naar die, dat ene woord wat u erin gooit, klimaatnoodtoestand. Want wat, wat, wat zou dat voor verschil maken in Nederland als, als Nederland de, de klimaatnoodtoestand uitroept en Brussel oproept om daarin verder te gaan? Wat, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je, een uh, uh, allereerst is natuurlijk symbolisch, je zegt dit is ontzettend belangrijk, ja. wij voelen de urgentie en we gaan niet meer aan de slag. Maar het kan er ook voor zorgen dat je bepaalde investeringen kunt gaan doen. Dat je bepaalde doorzettingsmacht kunt organiseren. Ja. Uh, en uiteindelijk horen daar ook wel weer, en dat zei ik in het begin natuurlijk, ook de keuzes bij die je daarbij maakt om te zorgen dus dat je daarna gaat handelen. En welke doorzettingsmacht bedoelt u dan? Wat voor macht moet de staat krijgen uh, om, om het klimaatprobleem aan te pakken? Nou, dus uh, zorg nu dat je met een besparingsoffensief uh, aan de slag gaat. Zorg dat je investeringen op Europees niveau gaat doen. Ja. Uh, om te zorgen dat je tot een Europese energieunie ja. komt. Ja. Maar dat zijn zaken waar nu nog veel te weinig uh, voor geregeld is. Ja, ja. Oké. Okay. Maar ik, ik, ik snap niet zo goed wat dan het verschil is... tussen de, de situatie nu en gewoon in de Tweede Kamer... dit soort dingen ah, voorstellen... Je, en het uitroepen van een klimaatnoodtoestand. Nou, nu, nu zie je dat die urgentie nog veel te weinig gevoeld wordt. En dat we eigenlijk blijven doormodderen... met wat we al veel langer aan het doen zijn. En die ja. luxe die hebben we niet meer. Ja. Dus je moet zorgen dat je... Uh, als je zo'n klimaatnoodtoestand uitroept, dan kun je ook veel meer gaan verlangen van bedrijven, van de samenleving, om te zorgen dat je dus hier het verschil mee kunt gaan maken. Ja. Hoe en groot dat is het ook? Hè, want wij hebben de kennis en kunde. Dus het is ook zo zonde dat we niet de kansen die uh, deze klimaatcrisis eigenlijk biedt, dat ja. we die nog veel te weinig grijpen. Want wat voor kansen liggen er dan? Uh, de nieuwe economie. Ja, je door... kan er heel veel geld aan verdienen. Dat heeft Rut ook gezegd, toch? Je kunt zorgen dat je dus een schonere economie krijgt, een duurzamere ja. economie. Je kunt er geld mee gaan verdienen. Maar je kunt dus ook zorgen dat wij allemaal in een gezondere leefomgeving zitten. Ja. Ja, er zijn nu mensen die uh, sterven uh, door uh, de enorme uitstoot die we met elkaar hebben. Je ziet de gevolgen van klimaatverandering. Voor veel uh, mensen uh, binnen uh, hier op aarde. Uh, en ja, op het moment dat je dus die transitie gaat maken, zorg je dus eigenlijk dat we met elkaar een gezondere leefomgeving willen. Nou, volgens mij willen we dat voor onszelf en zeker ook voor onze kinderen. Ja. Is het niet wel een verhaal dat we nu wel breed in de Kamer horen? U bent toch niet de enige die dit vindt? Als we kijken op links, nou zo zou natuurlijk de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen uh, met, met Frans Tilmans, die dit ook voorstaat. Maar we horen dit bij de VVD inmiddels ook dit geluid. En bij D66 met Robjette aan het roer hoor je dit geluid toch ook? Dit is toch een vrij beter gedragen inmiddels? Het, ik ben blij ook dat er steeds meer partijen zijn die hiermee aan de slag gaan. Ja. Uh, ik vind nog dat het veel te nationaal georiënteerd is. Ja, dus dus het moet meer wij... naar Brussel. Er moet veel meer Europees geregeld gaan worden. En we, hè, we zeggen dat Europa belangrijk is, maar er wordt nog veel te weinig op gehandeld. En uiteindelijk wordt het toch allemaal door de lidstaten gedaan. En dat neem ik het kabinet ook kwalijk. Van ja. hè, Rutte heeft altijd een Europa van natiestaten voorgestaan. En wij zeggen: nee, je moet juist een Verenigde Staten van Europa hebben. Die zorgen dat ze hiermee aan de slag kunnen. Ja, je zou eigenlijk ook kunnen en dat zeggen: dat is echt een wezenlijke andere manier ja. van durven naar de toekomst kijken. En dat ja. moeten we in Nederland nog wel uh, wat meer doen. Maar Timmermans, die kwam natuurlijk in Brussel met een Green Deal. en die werd wat afgezwakt. Zou het dan misschien niet beter zijn geweest als hij daar was gebleven? Als ik uw verhaal zo hoor. Uh, nou ja, het is eeuwig zonde dat uh, dat wordt afgezakt, Want het moet juist sneller. En uh, dat is denk ik ook precies waar we met elkaar in Nederland. dadelijk ook de keuze voor hebben bij de verkiezingen. En ja. volgend jaar bij de Europese verkiezingen. Gaan we nu als continent op de rem staan? Of gaan we zeggen: Nou, er moet ontzettend veel gebeuren. En we gaan er uh, met z'n allen tegenaan. Maar hoe ziet Nederland eruit in, in een. In een uh, want het gaat om Nederlandse verkiezingen. Hoe ziet Nederland eruit in, in een. Klimaatnoodtoestand. Wat, 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 wat merkt de burger daarvan? Nou, de burger merkt daarvan dat er dus veel meer harde maatregelen genomen kunnen gaan worden. He, dus dat we met elkaar zeggen: oké. Okay... Uh, bepaalde uh, zaken doen we dus niet meer. Zoals die fossiele brandstoffen. Uh, fossiele subsidies. Die schaffen ja. we af. En tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen. Vliegen naar Barcelona doen we dan ook niet meer? Uh, korte afstandsvluchten worden afgeschaft. Uh, inderdaad. Um, waar we ook naar aan het kijken zijn. Maar goed, we zijn het verkiezingsprogramma nog verder aan het uitwerken. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik, ik, hè, be, ik kan een we ja, op, voorschot opnemen. Ja. Maar uh, nog niet helemaal. Maar wat je ook ziet is dat uh, 17% procent van de mensen... is verantwoordelijk voor 40 of 50% procent van de vluchten. Ja. Ja, dus dan moet je daar ook wat aan gaan doen. En dan zou je kunnen denken aan een vliegquotum. Of dan zou je kunnen denken aan... oké, okay, moeten we dus, ervoor gaan zorgen dat eh, de grote verbruikers van eh, vliegtuigen... dat die ook minder gaan doen. Zodat het voor normale mensen ook nog gewoon mogelijk is... om een keer per jaar eh, het vliegtuig te kunnen pakken. Dus iedereen mag een keer met het vliegtuig op vakantie. Maar mensen die meerdere keren per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan... daarvan zeggen we dat dat moet minder worden, zegt u. Kijk, wat je ziet is dat eh, de, de allerrijkste van deze wereld... de, de grootverbruikers, die, ja. die zorgen ook voor de meeste veranderingen... Van het klimaat. Uh, ja. Daar moet je dan ook. Hoe wilt u dit gaan doen? Hoe wilt u gaan controleren wie er meerdere keren per jaar vliegt? Nou, wat ik zei: van hè, dit, dit is iets waar we nu aan het kijken zijn. Van is het haalbaar? Is het ja. uitvoerbaar? Is het mogelijk? Um, en dat zullen we in ons verkiezingsprogramma verder zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat deze enorme crisis waar we met elkaar in zitten, dat die ook uiteindelijk uh, de rekening daar gelegd wordt waar de vervuiling het meeste plaatsvindt. Ja. Er wordt ook gezegd, uh, vooral op rechts.